Het einde van het jaar nadert en veel bedrijven zijn druk bezig met het versturen van attenties naar zakelijke relaties. Bij advocatenkantoor Poelman van den Broek pakken ze dit jaar net even anders aan. Het geld dat ze normaal besteden aan de attenties gaat dit jaar direct naar Serious Request om geld op te halen voor ALS. We hebben besloten om dit jaar geen kerstkaarten of attenties te versturen aan onze klanten. Maar als blijk van attentie te vragen aan hun om mee te denken of mee te doneren aan de actie ten behoeve van het Glazen Huis. Nou, het geld dat we normaal gesproken uitgeven aan kaarten en die attenties, gaan we nog steeds uitgeven dit jaar. Maar dat gaan we storten op de speciale actiepagina die we hebben. Ten behoeve van het Glazen Huis, de Stichting ALS. Het bedrag gaan we ook verdubbelen. En we vragen eigenlijk onze klanten om dat ook te doen. Dus ons geen attentie te sturen, maar een bijdrage te doen of sowieso een bijdrage te doen als ze dat willen. Op het kantoor hebben ze van dichtbij meegemaakt hoe ingrijpend de ziekte is. Maar we werden eigenlijk getriggerd door de actie zelf. En de link die we met ons kantoor konden leggen. Omdat wij ook een collega hebben gehad die een spierziekte had. Helaas leeft ze niet meer inmiddels. Maar dat maakte heel veel los bij ons. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. De actie is inmiddels live gegaan en de eerste donaties zijn al binnen. Hartstikke positief. Mensen vinden het mooi dat we dit doen, ondersteunen dat ook graag. Ze herkennen ook vaak de problematiek rondom spierziektes. Het maakt iets los en dat willen we graag. Ik zou eigenlijk heel graag andere bedrijven op willen roepen om vergelijkbare acties te ondernemen. Hoeft niet hetzelfde te zijn, je moet doen wat bij je past. Maar ik hoop dat iedereen het belang van de Stichting ALS wil onderschrijven. En ook het feit dat het in Nijmegen is, moet toch alle Nijmeegse bedrijven triggeren om hier iets mee te doen. En of ze nog naar het Glazen Huis toe gaan? Wij zullen met de collega's zeker langs gaan bij het Glazen Huis. Dat laten we niet voorbij gaan.